Doet deze het? Ja, dankjewel. Heel goed. Ja, ook van mijn kant. Hartelijk welkom, Freund Gabriel. En de Duitse ambassadeur, ook van harte welkom hier. Het is handig dat ik het in het Nederlands kan doen en dat het simultaan wordt vertaald. Mag ik, voordat we aan deze bijeenkomst beginnen, één woord zeggen over het overlijden van een van mijn jeugdhelden, Wubbe Ockels. Vanochtend overleden. Hij was de reden dat ik natuurkunde ging studeren. En hij was uiteindelijk ook lange tijd mijn en veler inspirator op het gebied van duurzame energie en innovatie. En het enthousiasmeren voor de jeugd, voor techniek en duurzaamheid. Dus vandaag zijn mijn gedachten ook bij zijn familie en vrienden. Een groot man is vandaag overleden. Vanochtend ook, heel anders, weer de peiling van Maurice de Hond. En het persbericht wat hij er altijd bij weet te produceren, ook als het niet interessant is, was dat deze keer de PVV, D66 of het CDA de grootste partij zou worden. En mijn eerste gedachte is dan, hoe nationalistisch kan je zijn? Hoe vernauwd Nederlands kun je kijken als het gaat om Europese verkiezingen? Want in Europa is een hele andere strijd gaande. Een belangrijke strijd, een politieke strijd. En die gaat niet tussen D66 en de PVV. Maar die gaat tussen de conservatieven aan de ene kant en de sociaaldemocraten aan de andere kant. En ze strijden om de vraag wie de grootste politieke partij in het Europees parlement wordt. En dan gaat het niet om de vraag of je 3 zetels haalt of 4, maar om de vraag of je er 212 haalt of 215. Dat is Europese politiek. Het Europees parlement is een politieke kracht straks in Europa. En de grote vraag donderdag tot en met zondag is, wordt het een rechtse koers, een conservatief rechtse koers, of wordt het een linkse koers? En dat zijn niet zomaar 2 etiketten, daar zit iets achter. Als je kiest voor de rechtsconservatieve koers, dan kies je voor een Europa wat zich eigenlijk wil terugtrekken tot een paar bezigheden. Handel, munten en multinationals. En daar zoveel mogelijk vrijheid voor creëren. En we hebben gezien wat ons dat kan brengen. Lange tijd dachten we dat dat Europese handel alleen maar goed was. En dat zoveel mogelijk vrijheid geven aan de financiële sector en aan andere multinationals alleen maar vooruitgang zou brengen in Europa. En we hebben gezien welke klap dat kan brengen. En we worstelen er allemaal nog steeds mee. De financiële crisis in 2008 is nog altijd voelbaar. En juist bij de mensen die het zo hard nodig hebben, heeft hij het hardste toegeslagen. Maar je kunt dus ook kiezen voor een sociaal-democratisch Europa. 212 zetels. Of als wij ons steentje bijdragen, wordt het er 214. 215, 216 misschien zelfs wel. Het zou mooi zijn. En dan worden we de grootste politieke familie. En dat maakt een verschil. Want sociaaldemocraten willen Europa meer laten zijn dan alleen maar markt en munt en multinationals. Sociaaldemocraten zijn op zoek, en soms ook met succes, vandaar dat ik ook zo blij ben dat Sigmar Gabriel zo meteen spreekt, want de Duitsers gingen ons voor. We zijn op zoek naar projecten om in te investeren. Om een nieuwe toekomst te creëren. Voor volgende generaties. En vooral die mensen die nu geen baan hebben. Dat is het belangrijkste probleem op dit moment in heel Europa. Die 26 miljoen werklozen. Sociaaldemocraten willen daar wel mee aan de slag. Die willen niet langs de zijlijn blijven kijken of markten het misschien oplossen. Of multinationals het misschien voor ze doen. Of dat één munt alle oplossingen brengt. Sociaaldemocraten willen investeren. We willen bijvoorbeeld samenwerken op het gebied van een nieuwe industrialisatie van Europa. Industrie 4.0, Sigmar Gabriel zal u er straks meer over vertellen, want de Duitsers gingen ons in dat opzicht inderdaad voor. Dat is de strijd die we aanstaande donderdag tot en met zondag in de Europese verkiezingen gaan strijden. Wordt het een conservatief rechts Europa of wordt het een sociaal-democratisch progressief Europa? Wordt het een Europa wat chagrijnig blijft toekijken of de markt het misschien oplost? Of een Europa wat weer hoop genereert voor volgende generaties, dat we het wel kunnen. En Europa heeft het zo vaak laten zien in het verleden dat ze het wel kunnen. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat hier stopt. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat we niet na 22 mei die handschoen kunnen oppakken en voor onze kinderen kunnen laten zien dat Europa het wel kan. En er is één land wat daar inderdaad een dominante rol in speelt. Soms mopperen we erover. Altijd weer die Duitsers die bepalen hoe het gaat in Europa.
Maar soms raak ik er ook door geïnspireerd. Omdat ik kan zien dat een land wat zich niet alleen richt op de financiële sector, maar ook zich richt op een maakindustrie. Een land wat voorop heeft gelopen op het gebied van duurzame energie en het creëren van een gehele industrie met bijbehorende banen op dat terrein. Zo'n land inspireert ook. Daarom zoeken sociaaldemocraten ook de samenwerking met elkaar. In heel Europa en daarbinnen is de as Nederland-Duitsland zeker een van de belangrijkste. Voor ons. Ik weet niet of Sigmar Gabriel er ook zo tegenaan kijkt. Hij heeft vast ook andere assen waar Duitsers op moeten letten en terecht. Maar voor ons is de samenwerking met Duitsland en de inspiratie die je uit Duitsland kan halen ook belangrijk voor onze politiek in de toekomst. En daarom ben ik blij dat ik u mag aankondigen, de politiek leider, de partijleider van de Duitse Sociaal-Democratische Partij, de vicekanselier in Duitsland, de superminister van Economische Zaken, hier spreekt Sigmar Gabriel.